Toms Autowasstraat. Hey jongens, wat zijn jullie aan het doen? Snelheidsduivels vangen? Dat klinkt leuk! Oh-oh! Kijk uit! Oh jee! Geen zorgen, kleine Matt. Toms autowasstraat maakt je helemaal schoon en dan kan je weer samenwerken met papa. Kom mee! We zijn er! Ga maar naar Tom. Hij zorgt voor je. Dus Tom, wat denk je? Zijn er vele manieren om schoon te maken? Oh, ik vraag me af wat hij nu doet. Een waterglijbaan. Veel plezier. Wauw, dat is ongelofelijk. Wat nu, Tom? Interessant. Ben je klaar voor de volgende stap, kleine Matt? Daar ga je! Je bent nu zeker weten schoon. Is het tijd om af te spoelen en te drogen? Perfect! Tijd voor de grote spoelbeurt, kleine Matt. Je ziet er goed uit. Hoe voel je je? Goed idee. Ga maar naar je vader. Hey Matt, kijk eens wie er weer kan helpen. Hey Harvey, heb je een verrassing? Dat is lief van je. Doeg, jongens. Tot de volgende keer. Blijf schoon, Matt. Goed werk vandaag. Tot de volgende keer, Tom. Toms autowasstraat. Hoi, jongens. Wat een prachtige kerstavond. Het is de perfecte avond om te genieten van een heerlijke kop chocolademelk. Wow, wat was dat? Wat? Denk je dat de kerstman op het dak is geland? Wat ga je doen, Rocky? Jij past toch niet door die schoorsteen? Oh, je steekt alleen je hoofd in de schoorsteen om te kijken of je de kerstman kan zien. Hector, kijk jij op het dak? Jakkie. Oh jee, Rocky. Dat is een hoop roet. Aw, geen kerstman.
Het was een losse steen die uit de schoorsteen viel en al die roet veroorzaakte. Je kunt beter naar Toms autowasstraat gaan om schoon te worden, Rocky. Hoi Tom. Raad eens wat Rocky net probeerde. Hij keek door de schoorsteen om te kijken of hij de kerstman kon zien. Kun je hem weer schoonmaken voor kerstmis? Perfect. Laten we naar binnen gaan. Wat ga je eerst doen, Tom? Natuurlijk. Gebruik de douchekop om Rocky nat te spuiten voor de zeep. Hoi, kleine Tom. Wat ben je aan het doen? Help je je vader? Gekke jongen. Je wilde gewoon tegen Rocky aanblazen om de roetwolken te zien, of niet? Ga maar snel terug, want anders moet jij straks ook nog onder de douche. Rocky is nat, Tom. Wat nu? Zeep om de eerste laag roet te verwijderen. Helaas kan je de roet niet afvegen, of niet, Rocky? Hoe ga je de rest verwijderen, Tom? Met een gum? Echt waar? Dat is heel knap, Tom. Het werkt! Alle roet komt eraf. Tijd voor de laatste spoelbeurt. En nu gaan we je afdrogen, Rocky. En klaar is Kees, Rocky. Je bent weer schoon. Vergeet niet om het lekkers voor onderweg mee te nemen. Lekker, kauwgom. Haha, hij lijkt wel op die gum. Bedankt voor alles, Tom. Rocky ziet er goed uit. Doeg allemaal. Hele fijne feestdagen en tot de volgende keer. Toms autowasstraat. Hey Deen. Wow, wat ben jij vies. Ben je net klaar met slopen? Ik zal maar snel naar Toms autowasstraat gaan.
Hey Tom, maak je een nieuw bord voor je autowasstraat? Hij ziet er prachtig uit. Deen is een beetje vies, Tom. Of eigenlijk, hij is smerig. Wat eerst, Tom? Waterstralen, om de eerste smerige laag te verwijderen. Goed zo! De eerste laag is eraf. Wat nu, Tom? Zijn voorruiten? Goed idee! Ik verbaasde me al dat Deen door die ruiten kon kijken. Kijk, dat lijkt er meer op. Tijd voor een grote zeepbeurt, Deen. Oké, tijd om die smerigheid voorgoed kwijt te raken. Is het nu tijd voor de sponsen, Tom? Dat voelt goed, of niet, Deen? Net een massage. Tijd om de bubbels af te spoelen. Tijd om te drogen. Is dat alles, Tom? Is Deen nu helemaal schoon? Goed idee. Een laatste poetsbeurt maakt het helemaal af. Wauw, Deen! Wat zie je er weer prachtig uit. Blijf daar, Deen. Je reed net door de verf. Tom moet even wat water pakken. Phew. Gelukkig was de verf nog nat. Je glimt weer, Deen. Heel erg bedankt, Tom. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Ja.